Een regeringsdelegatie onder leiding van president Santokki zal op nieuwjaarsdag afreizen naar Brazilië voor de inauguratie van de verkozen president Luiz Inácio Lula da Silva. Minister Albert Ramdin van Bibis noemt dit bezoek belangrijk omdat Brazilië een van de grootste economieën ter wereld is en eveneens van strategisch en eminent belang is. De Bibis-minister noemt de bilaterale samenwerking goed en de politieke relatie herleeft. Wij werken nauw samen met Brazilië wanneer het gaat om de ontwikkeling in Zuid- en Latijns-Amerika, aldus Ramdin. De presidentiële werkgroep Breed Welzijn voor personen met een beperking heeft gisteren een ontmoeting gehad met president Santokki en minister Ramsaran van Susavo. De president ging in op de moeite die de regering doet om verlichting te brengen voor de samenleving. Verder sprak het staatshoofd over de aanpassingen die zijn gepleegd in de overeenkomst met het IMF om in het bijzonder de zwakke huishoudens, mensen met een beperking en senioren te beschermen. Hiertoe is de regering voornemens te investeren in sociale projecten. Minister Stephen McAndrew heeft bij de jaarafsluiting van het ministerie van AWJ zijn blik gericht op 2023. McAndrew heeft de uitgevoerde beleidsactiviteiten in 2022 en de geplande activiteiten in 2023 besproken in de context van de concepten Decent Work en Youth Power, inclusief het jeugdprofiel. De samenwerking met zowel buurt- en jongerenorganisaties als internationale organisaties voor duurzame ontwikkeling voor de doelgroep zal ook in het nieuwe jaar volgens hem hoog op de agenda staan.